Ja, het is mijn eerste wedstrijd hier in Vlaanderen. Ik hoop dat het een mooie koers wordt. Het is anders dan de voorbije jaren. We doen eerst een grote tour met alle bekende beklimmingen. Dus ik hoop dat we iets kunnen laten zien en dat het een harde koers wordt. En dat we op het einde met een kleine groep naar de finish komen. Hoe zijn de benen vandaag? Ik hoop dat ze veel beter zijn dan afgelopen weekend. Het parcours is in ieder geval redelijk selectief, dus het kan wel een mooie koers worden vandaag. De klimmetjes liggen mij normaal gezien wel, dus we kunnen er alleen maar het beste van maken. Nou, we staan hier nu in Tielt. Het is een beetje een rare dag wel, toch na gisteren. Maar ik heb er wel heel veel zin in om hier te koersen in dwars door Vlaanderen. En ik ben heel benieuwd. Het is een mooi parcours, dus we gaan ervoor. Ik zie het wel zitten, maar wat dan de benen zijn, dat weet ik nog niet. Ik denk dat we de eerste kilometers wel gaan voelen. Ik ben wel blij met deze overwinning. En helemaal dat we nu met de ploeg 1-2 worden, ik denk dat het dan een goed begin is voor ons. De afgelopen wedstrijden zaten er allemaal wel dichtbij de hele tijd, maar we misten net even die overwinning. En ik hoop dat dit gewoon een opening is voor meer overwinningen. Dag is heel goed meegevallen. We zijn 1-2 met de ploeg, dus de uitslag kan niet beter.